Meneer, wat zien we hier? Nou, de fuchsia-tuin van Hulshorst. En hoe is dat tot stand gekomen? Nou, dat heeft een hele achtergrond. Dat is al meer dan 40 jaar geleden dat ik hiermee begonnen ben. Dus toen werkte ik nog. Nu ben ik dus al lang in de, ja, met AOW of met de FUT gegaan. Maar dit zit er van kinds af aan al in. Want dat is... het is gewoon mijn vak ook geweest. De laatste jaren niet meer. Ze zaten bij de groenvoorziening. Een zijweg. Maar dat is hierdoor ontstaan. En waarom vindt u dit zo mooi? Ja, kijk, de een heeft duiven, de ander heeft konijnen, de ander heeft kanaries. Ja, het leeft. Je bent er altijd mee bezig. Je ziet nu het resultaat. En hoe lang bent u ermee bezig? Meer dan 40 jaar. En hoeveel tijd in de week? Alle tijd die beschikbaar is, die besteed ik hieraan. Moeders die zegt nou wel eens op een gegeven moment, scheid nou eens een keer uit. Ze vinden het wel mooi, maar het wordt te veel. Kijk, en de leeftijd gaat meespelen. En waar bent u nou het meest trots op? Ja, waar ben ik het meest trots op? Kijk, alles wat hier staat. Alles wat hier staat, dus de planten die meer dan 30 jaar oud zijn, die hier ook staan, heb ik zelf van stekje af aan opgekweekt. Hoe kom je aan zo'n collectie? Door niet te verkopen. Dus een klein beetje een zijweg. Ik sta hier op een gegeven moment. Dus mijn ding. Dank u wel. Graag gedaan.